Kun je vastgoed kopen zonder een hoog inkomen of zonder inkomen? Het korte antwoord is ja en ik ga je in deze video vertellen hoe en waarom. Als het gaat om het financieren van vastgoed, concreet het financieren van woningen of van panden, heb je twee typen financiers. Je hebt de financieringen op inkomen, dus stel dat jij bijvoorbeeld zelf ergens gaat wonen, je eigen privéwoning, dan word je vaak gefinancierd op basis van je inkomen. Stel dat jij, ik zeg maar, 70.000 of 80.000 euro bruto per jaar verdient, kun je meestal dat bedrag keer 4 kun je lenen op basis van je inkomen om er zelf te gaan wonen. Maar als jij een financiering aangaat om te beleggen in woningen, dus waar je niet zelf gaat wonen, een woning die je wil gaan verhuren, dan kijken de banken er anders naar. Dat zijn voornamelijk objectfinanciers. En dat is ook de kern waarom de tweede type financiers, dus de financiers op basis van vermogen, dat die ook niet naar jouw inkomen kijken, maar die meer kijken naar de huurinkomsten van het pand. Dat zijn de objectfinanciers. Dus je hebt de box 1 financiers, dat zijn meestal de grootbanken die jullie kennen, de ABN, ING en Rabobank, die kijken naar je inkomen. En als je er dan zelf gaat wonen, dan gaan ze kijken of je de lasten kunt dragen. Maar als je vastgoed gaat kopen, bijvoorbeeld je gaat een woning kopen als belegging, je gaat er niet zelf wonen, je wil het verhuren, dan kijken die specifieke banken niet naar jouw inkomen. Dat zijn bijvoorbeeld de Domivest, de RNAB. En om het heel concreet te maken, nodig ik jullie uit op mijn laptop om te kijken hoe dat dan concreet werkt. Dus hier gaan we nu kijken naar een aanbieder, de Domivest in dit geval, hoe die omgaat met vastgoed financieren als belegging zijnde, dus waar je niet zelf gaat wonen. En als je ook kijkt naar de meest gestelde, of een van de meest gestelde vragen bij Domivest, en je kijkt naar de aanvrager, heeft mijn box 1 inkomen, heeft mijn inkomen dus uit dienstverband of uit een bedrijf, heeft dat invloed op de aanvraag van de verhuurhypotheek? En het antwoord zie je dan is nee. Uw box 1 inkomen heeft geen invloed op de aanvraag. Dus met andere woorden, wat je verdient uit een dienstverband is niet relevant voor de beoordeling van een verhuurhypotheek. En om dit dan nog concreter te maken, kun je bijvoorbeeld kijken op een website van een tussenpersoon die ik ook wel eens gebruik, financieringregelen.nl. En als we dan gaan kijken naar bijvoorbeeld de financiering van een beleggingspand van 250.000 euro. En wat koop je daar tegenwoordig voor? Nou, stel dat we gaan uitgaan van bijvoorbeeld deze woning in Schiedam. Dat je deze woning als belegging zou willen kopen. Dan is de vastgoedbank, bijvoorbeeld Domivest, die financiert 80% van de waarde in verhuurde staat. Nou, stel dat jij die woning koopt voor 250.000 euro. De waarde in verhuurde staat is altijd iets lager, of meestal iets lager dan de leegwaarde. Dus de waarde wat iemand ervoor zou betalen die er zelf gaat wonen. Maar een waarde in verhuurde staat, dat is meestal een afslag daarop. Een bank redeneert namelijk zo dat een waarde in verhuurde staat altijd lager is. Omdat, stel dat die woning verhuurd is, stel er zit een huurder in, kun je die woning niet aan iedereen verkopen. Die kun je dan eigenlijk alleen aan beleggers verkopen. En die beleggers betalen meestal een iets lagere prijs dan iemand die er zelf gaat wonen, want die koopt vooral vanuit emotie. Voor een persoon die er zelf gaat wonen is het vaak wat meer waard. En een belegger probeert hem altijd wat scherper in te kopen. En mede daarom is de woning dus iets lager in verhuurde staat. Maar als we van die waarde in verhuurde staat uitgaan, 240.000 euro, zien we dat de bank daar 80% van aan jou wil lenen. Zonder dat ze daarvoor dus naar jouw inkomen kijken. Dus je kunt dus die 192.000 euro kun jij van die vastgoedbank krijgen zonder dat jouw inkomen daarbij relevant is. Het overige, dus 88.000 euro, die moet je dus uit eigen zak betalen. Dus dat kan komen uit spaargeld, dat kan komen uit overwaarde uit een andere woning, uit je eigen woning bijvoorbeeld. Of dat bedrag kan je eventueel lenen van iemand anders, een investeerder. En zo kun je dat dus inbrengen bij deze financiering en deze woning dus aankopen. En hier, als we ook kijken naar de voorwaarden voor een beleggingspandfinanciering, zie je ook dat er geen minimuminkomenseis is. De dekking van de hypotheeklasten komt volledig uit de huurinkomsten van het pand en niet uit salaris of overige inkomsten. Daarbij de belangrijke kanttekening dat de door de taxateur vast te stellen markthuurwaarde, dus wat ja, gebruikelijk is aan huur uit de markt, dat dat minimaal 25% hoger moet zijn dan de maandlasten. Dus in dit geval zullen de maandlasten van deze financiering 984 euro zijn. En je huurinkomsten moeten dus 25% meer zijn dan deze maandlasten. Nou, ik weet wat dat voor een dergelijke woning, twee slaapkamers, dat je daar ja, gemiddeld 1500 à 1700 euro aan huurinkomsten voor kunt krijgen. Dus dat is ruim voldoende om deze leninglasten te kunnen dekken als je uitgaat van 80% financiering. Ik hoop dat uit deze video duidelijk is geworden dat jouw inkomen niet doorslaggevend is voor het verkrijgen van een beleggingspandfinanciering. Dus dat beleggingspandfinanciers, zoals bijvoorbeeld een Domivest of RNAB, kijken naar de huurinkomsten die uit een pand komen. Het zijn objectfinanciers. En dat jouw box 1 inkomen niet hoog hoeft te zijn
voor een beleggingsplanfinanciering? Nou, heb je hier meer vragen over? Laat het vooral weten in de commentsectie. Wil je meer weten over vastgoed? Volg ons YouTube kanaal en zo niet, zie ik je graag bij de volgende video.